Goedenavond, dames en heren. En jij natuurlijk van groep 8. Het is alweer de laatste Noordelijk Journaal Vroomshoop. Hoop. Ja, en niet zomaar een laatste uitzending, want we hebben natuurlijk de special guest. Nou, daar kom ik dadelijk op, want we hebben sowieso aan tafel onze campagnegezichten Emma en Robin. Nou, van harte welkom. Jullie zitten op posters hier op school in allerlei filmpjes. Dus heel fijn dat jullie ook bij mij aan tafel willen zijn om iets te vertellen dadelijk over uh, ja, het Noordic natuurlijk. En we hebben uh, nog een celebrity aan tafel: dat is Lian Hees. En uh, Lian uh, kwam hier al in de brugklas. Uh, toen deed ze mee met de cupcake. En uh, nu zit ze op het mbo, bouwkunde, gaat ze dadelijk iets over vertellen ook ja. en wat de opleiding is en daar is ze uitblinker van het mbo, dus uh, welkom uh, Lian Dankjewel. hier aan tafel. En vandaag staat Vroomshoop, de school waar wij ook staan, even in het zonnetje. En daarvoor hebben we uitgenodigd. Dennis Jongenheer, Welkom. Ja. Als uh, ouder van twee kinderen bij ons op school. Ja. En natuurlijk inwoner van Vroomshoop. En eentje die al van school af. En eentje die al van school af. Dus je kunt genoeg vertellen over. Ja, we, over, ja, ja, ja. Vijf jaar van school. Kijk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar natuurlijk, de special guest vanavond. Wie was zij, had ik al gezegd uh, aan tafel. En dat is natuurlijk. Lola Pani, Dankjewel. welkom hier aan tafel. Dankjewel. En helemaal speciaal omdat we ook een TikTok-challenge woensdag hadden, die heb jij ingeleid bij ja, ons op school. Klopt. En voor de kijkers thuis die denken: Lola Pani, die ken ik helemaal niet. Nou, de meesten kennen haar natuurlijk wel. En mocht dat nog niet zo zijn, gaan we eerst even kijken naar een ja. filmpje van haar. Hallo, mijn naam is Lola Pani. Ik ben actrice en zangeres. Ik ben 20 jaar. En je kunt mij kennen van het SBS6-programma Hit the Road. Of natuurlijk van TikTok, waar de meesten mij waarschijnlijk van zullen kennen. Nieuwe plant. Laat ik het helemaal op Facebook zetten. I'm at it, Disney, Disney, late Je mag gewoon een colaatje bestellen, schat. Maar het gaat hier wel iets anders dan in een Samen met het Noordelijk hebben wij een hele leuke challenge opgestart. Als je meer wil weten over die challenge, het is namelijk een TikTok-challenge. En je kan ook nog iets heel cools winnen, namelijk. Workshop van mij voor jou en een vriendin. Kijk dan even op de social media kanalen van het Noordic en doe zeker mee. Mocht je het leuk vinden om mij te volgen op mijn social media kanalen, nou dan heet ik op YouTube Lola Pani. Op Instagram Lola Laagstreep Pani. En op TikTok Lola Pani. Aan elkaar. In Almelo zeggen we niet de rust te gaan, hè? Doei! In Almelo zeggen we Kan een man doen, ai Nou, dat was natuurlijk. Uh... Prachtig zo'n filmpje, Lola, dat je even daar geïntroduceerd hebt. Want ja, je hebt natuurlijk wel duizenden volgers. En ook bij ons op school, dus dat vonden we heel mooi om dat te combineren. En ik geloof echt dat bij de groep 8 dat ook natuurlijk is. En ook bij groep 7. Maar is het iets wat speciaal bij de basisschool hoort? Of zijn er ook anderen die jou volgen? Nou, TikTok is eigenlijk voor alle leeftijden. Want ik zie ook steeds meer volwassenen een kijkje nemen op de app. En zo is mijn moeder bijvoorbeeld ook helemaal verslaafd aan TikTok en dan vooral de dierenfilmpjes. Maar ja, je ziet eigenlijk dat ontzettend veel verschillende leeftijden wel op TikTok te vinden zijn. Dus het is zeker niet iets voor alleen de basisschool en ook niet voor alleen de middelbare school. Ja, kijk, voor mij is het toch nu. Dus, madame, is het goed dat je aan tafel zit, want ik heb me volledig verdiept in het hele TikTok-verhaal. Niet dat ik nou gelijk allerlei TikToks uh, van het Noordelijk de wereld ingooi, dat uh, uh, daar bespaar ik u mee. Maar daar zijn dus echt uh, specials voor uh, om dat te gaan doen. En uh, dus uh, niet alle, alle leeftijden, dus ook in het voorgezet onderwijs komt dat. Uh, uh, naar voren. Heb je daar wel eens ja. wat mee gewerkt met het voorgezet onderwijs? Ja, ik heb uh, vorig jaar in mijn laatste jaar van acteursopleiding stage moeten lopen. En toen liep ik stage bij een docent theater. En die kinderen begonnen mij te herkennen van TikTok. Want toen zat ik er net op en toen zei mijn stagebegeleider van... ...goh, kan je niet een lesje TikTok maken geven? Dus toen ben ik hun eigenlijk les gaan geven in hoe je een goede TikTok maakt. En toen merkte je toch wel dat de meiden het vooral heel leuk vonden. En de jongens toch zoiets hadden van, nou, ik weet het niet hoor. Maar ja. toen we uiteindelijk bezig gingen, toen vonden ze het allemaal wel heel erg leuk. Ja, nou, het is natuurlijk ook heel erg leuk, want uh, ook hier aan tafel, we hebben Emma en Robin. En toen we vertelden wie dat dus als special guest kwam. Ja, Emma, jij zei het al. Oeh, dus je hebt ook al een selfie natuurlijk gemaakt met uh, Lola. Maar jij, Robin, denkt. Uh, was bij mij... Je hebt geen TikTok, Robin. Nee. Nee, hè? dat is. Uh, en Emma, <laughs> jij wel? Uh... Ja. Ja, kijk, dat is wel heel leuk natuurlijk. Uh, en heb je ook meegedaan met de challenge dan? Uh... Dat nog niet uh, iets van school. Uh. Nee. Nou, en hier aan tafel zit dus ook Dennis Jongeneel. Ja, de, als ouder. Maar hij wilde toch even nog een foto maken van uh, Lola. Voor de kinderen natuurlijk, hè? Ja. dus niet voor ja. zichzelf. <laughs> Kinderen, nou, dus, beetje, dat is, dat is, <laughs> dus dat is wel heel mooi. Maar we hebben dus de TikTok Challenge en ze kunnen dan ook een workshop met jou winnen. Klopt. Voor de leukste TikTok. Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik geef nu ongeveer een jaar lang uh, al TikTok-workshops en daar leg, leg ik eigenlijk in uit hoe je een goede TikTok maakt. Dus alle tips en tricks van een goede TikTok, hoe je een sketch maakt, hoe je typetjes speelt en natuurlijk gewoon ook leuk TikToks maken samen met mij. En toen ben ik samen met de Noordelijk tot het idee gekomen om een TikTok-challenge te doen en dat je zo'n workshop kan winnen. Ja. Nou, heel mooi. Ik zie een vergaande samenwerking met het Noorden ontstaan. <laughs> dat we dadelijk in het lesprogramma dat gewoon hebben bij het vak drama of zo. Ja, leuk. Dat je daar je uh, invloed hebt. Dus die contacten die er zijn, die zullen we zeker uh, Super. Uh, hebben. Zijn er al veel uh, inzendingen? Want uh, ik weet niet of je wat gezien hebt, maar zijn er al veel inzendingen? Weet je daar nou, iets over? Nou, de inzendingen stromen nu langzaam binnen, want het is natuurlijk woensdag bekendgemaakt en het is nu al vrijdag. Dus ze hebben nou een beetje de tijd gehad om te bedenken en zijn nou net bezig met het maken ervan. Ja. Dus als u thuis denkt, oh dat heb ik gemist, kijk even naar de woensdag. En kijk op de website. Uh, daar staat nog genoeg informatie over uh, de TikTok challenge. En dat je daar nog aan mee kunt doen. En dat geldt niet alleen voor jullie groep achters, het geldt natuurlijk ook voor je ouders. Want je hebt gehoord, alle leeftijden die, uh, ja, die doen, kunnen eigenlijk iets met TikTok doen, waarom ook niet? We hebben ook aan tafel Emma en Robin. En jullie zijn onze campagnebeelden, dus uh, ja, uh, wij zijn het hier op school gewend dat jullie overal hangen op spandoeken en uh, uh, ja, jullie hebben ook filmpjes opgenomen. En, uh, ben je nou Emma uh, een beetje een beroemdheid geworden? Ja, heel erg. Ja? Herkennen ze je op straat? Van oh? Nou, op straat niet zoveel, want ik kom niet zoveel op straat. Maar uh, nou ja, als ik iemand op bezoek kom of zo, ja, gewoon buiten, want nou ja, corona, uh, dan zeggen ze er wel, uh, krijg ik wel opmerkingen. Ja. Ja, dat wordt dan vanavond natuurlijk nog veel meer dan... Uh... Ja. En Robin, hoe is dat bij jou? Nou, beroemd, wil ik niet zeggen, maar ik word er wel vaak op aangesproken. Ja, dat is wel heel leuk, hè? En wat vond je het leukste dan uh, om te doen uh, in de campagneweken? De rondleiding. Ja? Met meester Bram? Ja. Ja, dat vond ik ook wel heel leuk, hè? Dat uh, vooral bij Biologie Lokaal, de grapjes die daar uh, werden gedaan en zo. Maar ja, jullie hebben dan ook een heel mooi beeld gegeven... Van uh, hoe dat hier uh, op school eigenlijk aan toe gaat. Maar wat vinden jullie van school? Ja, wel leuk. Ja? Ja, voor sommigen is dat heel moeilijk te begrijpen hoor. Vooral hoe ouder je wordt dat iemand zegt: ja, school is leuk. Maar school is inderdaad, kan dat heel leuk worden ervaren. En wat vind je het leukste van school dan? Ja, nou, niet echt een bepaald ding. Nee, je hebt niet een specifiek vak wat je dan uh, zegt: dat is het leukste vak. Nou, uh, ja. Kunst vind ik wel leuk, want dan kun je meer iets doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ik heb niet echt een specifiek. Iets. Nee. En Robin? Ja, de praktijklessen. De praktijklessen. Ja, dat is toch wel heel mooi dat van deze school, hè, dat we ook de grote praktijkruimtes hebben. Maar ook de kunstafdeling bij ons. Dat is ook een hele belangrijke. En dat kun je natuurlijk ook heel goed uit de voeten. U kunt trouwens op de website kunt u kijken naar de uh, online lessen, ook van kunst en van de praktijkvakken, als u zelf een kijkje wilt nemen. En ik wil het nog een keer benadrukken dat op de website u ook een aanvraagformulier kunt invullen voor een rondleiding bij ons op school. Net zoals Emma en Robin dat digitaal hebben gedaan samen met meester Bram, kunt u ook zelf met uh, uw zoon of dochter, of omgedraaid kun jij ook met je ouders hier langskomen. Uh, en dan krijg je een privé en kun je zelf even ervaren hoe het voelt om hier door school heen te lopen. Wie dit jaren geleden al gedaan heeft, is Lian. Ja, klopt. En je zit nu op het MBO? Ja, ik doe daar bouwkunde niveau 4 op het ROC van Twente. Ja. En uh, ik ben dit jaar de MBO uitblinker geworden. Um, door mijn goede prestaties en uh, doordat ik heel enthousiast ben over mijn opleiding. Kijk, dat is altijd ja. heel mooi dat. Hè. Ja, ik ken jou in de jaren hier want dat je altijd enthousiast was. Ja, uh, dat klopt. Van ja. het begin al, want uh, wij deden destijds nog met de doedagen een filmpje. En een van die filmpjes, uh, dat, daar zit jij op de tafel. Ja, als 13-jarige, geloof ik, 12-jarige. Ja, dat ja. ja, en toen had je al inderdaad die cupcake waar ja. jij uh, ook aan uh, deelde. Ja, klopt. Maar eh, als je terugkijkt naar jouw jaren hier op school. Eh... Ja, hartstikke leuk. Ik heb echt uh, hele leuke jaren gehad. Um, de docenten waren super aardig. Ik had leuke, aardige uh, medeleerlingen. Uh, de vakken waren heel leuk. Ik vind uh, vooral de reken- en de wiskundige vakken vond ik heel leuk. Nu nog steeds. Dat komt ook veel terug nu in mijn opleiding. Uh, ja, dus over het algemeen gewoon echt uh, hele leuke jaren gehad. En ben je goed begeleid naar het mbo? We kijken een meisje in het mbo, ja. eh, of binnen de bouw zeg maar. Eh, ergens ook zeg je ook bij het filmpje van, eh, nou als ze op de bouw fluiten, dat is ook heel erg raar. Ja. Dan, maar hoe kom je als meisje in de bouw? Hoe ben je dan begeleid hier door school om daaruit te komen? Uh, ja, nou ja, hier op school heb je natuurlijk altijd al een beetje de kennis. En um, je, nou ja, je kijkt bij alle vakken een beetje rond, zo heb ik dat ook gedaan. En nou, voor mij was het eigenlijk al heel snel duidelijk dat ik de bouw in wou. Um, en nou ja, dat heb ik eigenlijk gewoon met school uh, goed besproken. Ik heb een goede begeleiding gehad na het mbo toe. Ik heb ook nog een tijdje havo-lessen gevolgd. Maar toen heb ik toch de keuze gemaakt om naar het mbo te gaan. Vooral ook om uh, de praktijkkant te leren kennen van de bouw. Ja. En uh, dat, ja, dat is een hele goede begeleiding geweest. Ja. Ja, je noemde net van, uh, ik heb net de HAVO-lessen. Ja. Ik heb eerder woensdag, is dat geloof ik geweest, uh, heb ik uitgelegd dat we in het MAVO, dat je een HAVO-stroom kunt doen of een MBO-stroom. Ja. En beide kanten, en je kunt ook inderdaad wisselen als ja. je tot inzicht komt van, ik wil toch naar het MBO. Ja, dat heb dus dat is heel gedaan. wel goed gegaan dan. Ja, uh, zeker. En nu uitblinken van het MBO. Uh, ja. ja, ik ga nu landelijk uh, het ROC van Twente vertegenwoordigen en ik uh, ga proberen de winst te pakken. Ja. Dus, uh, dat is wel ja. heel mooi. Vergeet je niet je school waar je bent geweest nee. uit dit Frans ook? Natuurlijk. Nee, die vergeet ik absoluut niet. Nee, <laughs> nee, hè, dat, hier ligt de basis. Ja, hier ligt dus, ook dus wel je wilt de basis. Dus meer meiden in de bouw. Ja, absoluut. Ja. Dat is ook wel een goede. Ja, ja. ja in de techniek ja. is heel belangrijk dat dat ook uh, ja, komt. Zeker. Dus, want zijn er meer meiden in jouw opleiding? Ja, er zitten er wel, uh, wel steeds meer. En dat is ja. ook uh, leuk om te zien dat het per jaar eigenlijk wel meer wordt. Ja. Dus, uh... Nou, dat zie je ook bij ons uh, in de afdeling BWI, waar ook de filmpjes uh, van te zien zijn. Daar zitten ook een aantal meiden nu in de opleiding. En die zullen waarschijnlijk uh, uh, Lian gaan volgen. Of ze allemaal MBO uitblinken worden, dat moeten we nog maar zien. Maar ze krijgen wel allemaal dezelfde basis natuurlijk voor naar het MBO toe. Ja, zeker. Uh, dat is een hele goede. Ja, dat klopt. We hebben ook Fromms Hoop vandaag in het zonnetje. En daarvoor zit ook aan tafel een ouder uit Fromms Hoop. Een hele bekende Fromms Hoop. En natuurlijk voor iedereen die in Vroms Hoop zit. Want je hebt ook een winkel hier. We hebben een winkel in Vrooms Hoop. Ja, winkel in Fromms Hoop. Maar je, bent ook, uh, je zit ook in de oude klankbordgroep. Ja. Dus voor ons ben je een, uh, ja, een belangrijk ouder. Een goed aanspreekpunt. <laughs> En ook voor lange tijd, want je zei het al, ja. je hebt een zoon die al hier op school heeft gezeten. Klopt. Ja. En nu nog twee op school. We hebben nu nog eentje in uh, klas 4 examenjaar en een uh, meisje in, de groep, of in klas 1 begonnen. Ja. Dus je bent nog de eerste vier jaar niet van af. Helemaal niet erg. Uh, want input van ouders vinden uitermate belangrijk. Ja, Leuk, hoe hoe uh, typeer je het, uh, de, de wij, samenwerking wij, van ons met de ouders? Wij horen natuurlijk heel veel geruchten um, um, van buitenaf. Wat, wat de leraren niet horen, proberen wij als input als ouderen uh, te brengen in het klankbord. En daar wordt uh, over het algemeen heel veel meer gedaan. Ja. En dat merk ik elke keer weer. van uh, Je kunt niet alles weten. En wij zijn eigenlijk een luisterend oor van de mensen die niet graag of niet willen bellen of durven te bellen. Ik heb eigenlijk geen idee waarom ze dat niet doen. Dan luisteren wij wanneer. Dan geven ja. wij dat weer door naar, naar de directie of ja. naar de, de leraren toen. Maar uiteindelijk, moet ik ook wel eerlijk toegeven, um, zijn er problemen, zijn er ook korte lijntjes met de... De decanen en ja. zo. Ja. Dat, 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 dat merk ik elke keer weer. Ja. Nee, dat is ook wel, want dat is jou dus niet als in de klankbordgroep, maar jijzelf als ouder. Ja, hoor. Contacten ja. met de mentor. Met de mentor. Betere... Ja, maar ook als je even een mailtje stuurt, dat, dat, dat zien wij dan ook weer terug bij onze kinderen. Van dat leraar zelf. Hé, uh, er hey, gaat wat fout. Uh, kun je even helpen? Of ze bellen even terug, of ze mailen terug. Ik heb zelf liever bellen, ik ben nog van de ouderwetse stempel. Van dan um, kunnen we even uitleggen hoe het vaart. Maar uh, korte lijntjes, en daar hou ik van. Ja. Nou, ja. dat dus vinden wij zelf ook natuurlijk. Dus het is ook uh, heel belangrijk om ja. dat zo te doen. Dus dat geldt ook voor u als nu, als kijker. Die korte lijnen die hebben we nu al. Dus als er vragen zijn en u denkt van nou, hoe zit het precies en hoe pakken we dat dan op, dan kun je, kun je onder weer zien naar het e-mailadres of naar de andere social media uh, accounts. Kunt u een vraag stellen en dan kunt u aangeven van uh, ja, waar u mee zit of waar u nog vragen voor heeft. Ja. ja. En natuurlijk onze campagnegezichten. Die kunnen we natuurlijk niet met lege handen naar huis laten gaan. Want ze hebben zich natuurlijk ja, heel erg veel ingezet voor onze school. En dat willen we jullie natuurlijk benadrukken. Dus ik heb hier voor jullie een twee grote pakketten. En uh, deze is voor Emma. Dus uh, Lola, zou je hem door kunnen geven naar Emma? En deze is voor Robin. Nou, daar zit van alles lekkers en uh, allerlei spullen in. Ja, Dank je wel. Want uh, ja, je wordt niet zomaar campagnegezicht uh, van het Noordelijk. Dat moet je ook durven. Jullie hebben dat ook uh, uh, gedurfd om dat te gaan doen. Je hangt aan de muur bij ons. Je komt in de filmpjes voor. Je zit hier bij ons aan tafel. En dat willen we even benadrukken: dat we dat heel fijn vinden dat jullie dat doen. En vandaar iets lekkers voor jullie. Dank je wel in ieder geval. Dankjewel. jullie bedankt. Voor nu zit het er weer op voor de uh, vrijdag. Uh, ja, ik wens u allen nog een hele prettige avond. Vergeet niet te kijken. Morgen hebben we een compilatie van de hele week. Waarin je alles nog even bij elkaar kunt zien. En u kunt natuurlijk ook de andere journaals nog even terugkijken. Voor nu bedankt en een uh, goede avond.